Bosparade is ontstaan in aanloop naar het Jeroen Bosjaar in 2016. Dus zonder Jeroen Bos was er nooit een Bosparade geweest. Dus in elke vezel van de Bosparade zit die ziel. We leven 500 jaar later. Dus het beeld van nu is van een totaal andere orde als een beeld van toen. Ik denk dat het er meer in de vrijheid van werken zit. En Jeroen Bos nam zijn vrijheid, vertelde wel zijn verhaal, ongeacht wat anderen daarvan vonden. En ik denk dat die vrijheid heel belangrijk is. Den Bosch moet een bosparade hebben, omdat daarin kunstenaars een plek kunnen krijgen die je nergens anders kan krijgen. En kunnen laten zien wat ze willen laten zien en de vinger op de zere plek kunnen leggen waar dat nodig is. Omdat je ruimte nodig hebt om pijnpunten aan te kunnen stippen. Hier krijgen we de hoop. Dat we hoop ontstaan uit het feit dat iemand van die ongedode gasten toch ook een verliefdheid ontwikkeld voor iemand uit die andere wereld. Ja. En dat daar uiteindelijk ook uit moet ontstaan, dat daar toch de hoop ligt van je moet het toch samen doen. Ook na zo'n gevecht, ook na zo'n strijd, ook na zo'n ramp, zie je toch elkaar weer op moeten zoeken. Je hebt elkaar toch weer nodig om als mens te overleven. En hij is een van het oude establishment, hè? Ja. Klimt boven op zijn trappetje. Om dan in de verte naar zijn geliefde te staren, of? Ja, dus ze draaien een beetje om elkaar heen, ze zingen elkaar toe. En ook dit is een werk van Erik Vink, die de strijd ook gemaakt heeft. Dus eigenlijk dat de triomf, de strijd en de hoop, dat zijn eigenlijk de drie kernelementen van de Bosparade van dit jaar. Ja, van de optocht, van de stoet, ja. En dat is eigenlijk gemaakt door, maar dan als je kijkt hoeveel mensen daar meegewerkt hebben, dat is echt enorm. Het is bedacht door en gemaakt met een hele hoop liefde en plezier van nog veel meer mensen. Verschroeide aarde. En daar moet het weer gebeuren. Ja. Toch weer de weg om ook in te vinden met z'n allen. De liefde die de tegenstellingen toch overbrugt. Of waardoor mensen elkaar toch weer tegenkomen en samen verder gaan. Ja. Vooral een lekker absurdistisch ding. En absurdisme past uitstekend bij Bos. Ja, zeker. Oh, er komt weer een brug, zeker. Ja. Dit is trouwens wel heel grappig, hè? Zo'n volledig willekeurig stuk hout. Wat er eigenlijk uitziet alsof het gewoon een verbrande boom is. Mm-hmm. En dat als er dan een brug aankomt, dat hij toch een scharniertje heeft waarmee je hem in kan klappen.